mijzelf persoonlijk, hier in het bos zitten is geweldig. Ik ben helemaal opengegroeid. Uw zelfrespect groeit enorm. Allee, zoals je zei, er hangt misschien wel een arrestatie boven je hoofd, maar dat weegt niet op tegen het feit dat jij zo hard in jezelf kunt geloven van wij zitten hier en wij gaan dit tot het bittere einde gewoon beschermen. Dit stukje bos is een zonnevreemd bos. En een zonnevreemd bos is eigenlijk een bos dat nog niet echt geen bestemming tot bos heeft. Alles in België is sedert de jaren 70 ingekleurd. Dit is industrieterrein, dat was bosgebied en dat wordt landbouwgebied en dat wordt woongebied. En nu dat stukje terrein hier, deze 3,5 hectare, is eigenlijk AMO-zone en dat is een industriegebied. Nu, daar staat een bos op en dat bos hoort daar niet. Dat hoort geen bos te zijn. Dus daarom noemen ze dat zo'n vreemde bossen. Als je gewoon nog maar de kaart van Vlaanderen neemt, en je bekijkt een keer hoe weinig groen dat er nog is. En hoeveel van dat groen, dat gaat over 10.000 hectare bossen in Vlaanderen, dat bedreigd wordt. En het is eigenlijk dat verhaal dat we ook naar de media willen brengen. Het gaat hier niet alleen over deze paar bomen. Dit deel zou gekapt worden voor kantoren en loodsen. Die dan verhuurd zou worden door Fabricom. Wat een beetje bullshit is, aangezien dat er zeer veel bedrijfsgebouwen leeg staan in Brugge. Kijk, al deze bomen, als ze allemaal gekapt zijn, dan hebben we auto's, misschien wel een speelgoed. Maar wat is er dan met ons leven? Fabricom is de eigenaar van dit bos. Die zijn actief in de energiesector. Die bouwen pijplijnen, energiecentrales en alle soorten energiegerelateerde grote constructies. Fabricom bouwt dus ook de centrales van Electrabel. Electrabel is de grootste stroomproducent in België en die claimt ook de grootste groenstroomproducent te zijn. Nu, een heel deel van hun groenstroom wordt geproduceerd in oude kolencentrales en oliecentrales. En er worden biofuels bijgestookt in die oude centrales. Die aanpassingen van die centrales om de biofuel te stoken, die zijn ook door Fabricom gebouwd voor het grootste deel. En samen zorgt dat er dus voor dat die soort greenwash-campagne hebben, waarin dat die dus veel reclame maken met een groen imago. Maar eigenlijk zijn het gigantisch grote energiebedrijven die zich op zich zoveel van milieu niet aantrekken. Wel, eerst en vooral energie en vrije tijd. Je krijgt daar enorm veel energie van terug ook. En door hier nu al even te zitten, ik heb zoveel bijgeleerd dat je... Dat nemen ze niet meer af. Hè. Die kennis alleen al die je hier leert, dat alleen al is het waard om hier gewoon te zijn. En of dat ze nu arresteren of niet, dat kunnen ze niet meer uit je hoofd plukken en dat heb je gewonnen, sowieso. En los daarvan, ik denk de natuur is onze toekomst. En zoals ik het altijd zeg, misschien niet strijden voor een betere wereld, maar gewoon voor een groenere wereld. En als dat dan nu op dit moment een stukje groen bedreigd wordt, ja, dan moet daarvoor in actie gekomen worden. Mensen, als je weet dat er een bos bedreigd wordt, kom uit je zetel voor die tv vandaan en kruip dat bos in. En het gaat u deugd doen.